Mensen zijn op zoek naar bezinning en bezieling. Mensen zitten in een rush en ze zijn op zoek naar iets wat ze misschien niet kennen. En het soefisme is iets mystieks, iets wat eigenlijk niet zomaar makkelijk voor het grijpen ligt als het ware. En wij openen de deuren om ze te laten snuffelen aan de mystieke kant van het soefisme. Het is een hele variëteit aan mensen die komen. Mensen die geloven, mensen die niet ergens in geloven, mensen die in zichzelf geloven. De deur is open voor iedereen. De grootmeester Mevlana en Rumi heeft gezegd, kom wie je ook bent, kom opnieuw. Ook al verbreek je je gelofte, kom opnieuw. Dit is de deur van hoop. Als ik zie dat mensen bij elkaar komen met verschillende achtergronden die elkaar misschien in het normale leven niet zouden tegenkomen, die komen elkaar hier tegen en ze zien elkaar als gelijken en ze respecteren elkaar. En dat is wat ik zie, die verbinding, die vreugde in hun ogen en vooral in donkere tijden, dan zie ik ze opleven. En daar gaat het om, die verbinding. Ik hou van verbinden en als mensen blij zijn, dan ben ik ook blij. Ik hoop dat de deelnemers voeding hebben gekregen voor hun hart. Niet alleen voor hun maag, want dat krijgen ze ook, maar ook vooral voor het hart, zodat ze weer door kunnen gaan in deze rush.